Een van mijn favoriete herfstsoepjes is deze makkelijke pompoensoep. Welkom bij deel 2 van mijn nieuwe serie, waarin ik mijn favoriete soeprecepten met je deel. Het moeilijkste van een pompoensoep is eigenlijk alleen maar het snijden van een pompoen. Je haalt de zaadjes eruit en het kontje en het koppie en dan snij je hem in grove stukken. En dit soort, de butternut, hoef je trouwens ook niet te schillen, dus ideaal. Verhit een beetje olie in de pan en fruit de ui en knoflook aan. Als je van pittig houdt, kun je nog een pepertje toevoegen. Dan mag de komijn en kurkuma erbij en dan de aardappeltjes en natuurlijk de pompoen. Verkruimel een biomolokje en dan giet je er water bij. En dit breng je aan de kook en laat je zachtjes zo'n minuut of twintig koken tot de pompoen zacht is. Met een staafmixer maak je er dan een gladde soep van en dat is het. Dan is je pompoensoep al klaar. En als je hem gaat serveren is het lekker om er wat kookroon bij te doen en eventueel wat pompoenzaadjes voor een lekkere bite. Eens smakelijk! Mocht je zelf nog een, een verzoekje hebben voor een lekker soeprecept wat je graag terug wil zien in de serie, laat het gerust weten in de reacties.